Nou, ik vond het echt top. Top mensen, een top verhaal, top behandelingen. Dus ja, in mijn optiek de echte GGZ, top GGZ hier vanmiddag gezien. Als je dan zegt, wat bleef dan het meeste bij? Waar ging het dan eigenlijk over? Nou, het lef, maar het vakmanschap om te zeggen, ik kan hier toch doorgaan. Waar je misschien van nature zou denken, ik moet even een stapje terug, want ik loop hier ook risico. Er kan iets gebeuren, wat misschien niet gewenst is. Ja, dat vond ik heel erg mooi. Even de tijd om iets meer van de inhoud te zien. Even de tijd om met een paar mensen te spreken. Maar ja, gewoon even horen van de mensen zelf. Hoe doe je dat nou? Waar loop je tegenaan? Waarom ben je zo trots op? Wat maakt nou het verschil? Maar ook wat heb je van ons nodig als verbeteraars? En dat soort dingen kun je ook allemaal even vragen. Nou ja, het mooie wat ik meeneem is inderdaad dat ik zie dat door gewoon naar jezelf te kijken en te meten en te reflecteren op jezelf, dat je jezelf heel erg goed kunt maken. Maar waren naast de cijfers over hoe goed jullie het doen, er komt ook een aantal mensen in de zaal die als ervaringsdeskundige zeggen, ik heb hier zo'n behandeling ondergaan. Dat heeft voor mij dit betekend. Ja, dat waren twee hele spannende verhalen. Dat zijn toch wel twee dingen. Ja, daar word ik wel heel blij van, want uiteindelijk doen we het daarvoor.